Ziekenhuizen zijn bang dat ze binnenkort veel meer onverzekerde Bulgaren en Roemenen moeten helpen. Maar volgens de Belangenvereniging voor Migranten valt dat wel mee. Wageningen heeft een jaar gefeest. Vandaag is de afsluiting. En sporten met, inderdaad, u ziet het goed, met uw konijn. Ja, ik vind het wel grappig om te zien. Goedenavond, het nieuws van zaterdag 21 december. Ziekenhuizen hoeven zich geen zorgen te maken over grote aantallen onverzekerde Roemenen en Bulgaren die vanaf 1 januari in Nederland mogen werken. Dat zegt Migrada, dat is de belangenorganisatie voor migranten in Nederland. Gisteren werd bekend dat Gelderse ziekenhuizen jaarlijks honderdduizenden euro's mislopen omdat ze mensen zonder verzekering moeten behandelen. En het grootste deel van deze mensen is arbeidsmigrant. Het is druk op het spreekuur voor immigranten op een industrieterrein in Eindhoven. Ze worden geholpen om hun zaakjes te ordenen. Moest zijn moeder niet werken. Mm-hmm. Niet hebben geld voor ziekenhuis betalen. Mm-hmm. Zo'n dokter zeggen, ja, je blijft met kinderen. Ik deze doen. Sommige immigranten begrijpen de brieven niet die ze krijgen. Anderen hebben helemaal geen verzekering. Maar in Polsce is łatwiej, dlatego że jeśli się pracuje, to pracodawca odprowadza ubezpieczenie, a tutaj trzeba samemu wykupować ubezpieczenie. I dlatego na przykład ludzie z Polski, nie wiedząc o tym, nie ubezpieczają się. Ziekenhuizen in Gelderland vrezen dat de groep onverzekerden verder zal groeien wanneer vanaf 1 januari ook Roemenen en Bulgaren in Nederland mogen werken. Migrada denkt dat dat wel meevalt. De Bulgaren en de Roemenen zijn naar mijn idee al in Nederland. We zien dat al. We zien Bulgaren en Roemenen die niet legaal werken hier in Nederland en dus geen zorgverzekering kunnen afsluiten. Deze mensen kunnen dadelijk wel legaal werken, hebben dan de mogelijkheid om een zorgverzekering af te sluiten. Dus dat betekent naar mijn idee dat er daardoor meer mensen verzekerd zullen zijn. Volgens het migranteninformatiepunt daalt het aantal arbeidsmigranten zonder verzekering juist. Als ik kijk, 2 jaar geleden, de migranten die wij op het migranteninfopunt kregen, een groot deel daarvan was onverzekerd. We zien het aantal onverzekerden zien wij afnemen. En dat komt puur vanwege het feit dat mensen de informatie hebben. Nou, in feite heeft de overheid daar al een goede tred in gezet. Informatieverstrekking aan mensen die naar Nederland komen is daarin ontzettend belangrijk. Nou, dus die groep die wordt al steeds kleiner. Het Evangelische Verslavingscentrum De Hoop heeft in 2009 en 2011 onverantwoorde zorg verleend aan cliënten van het Jezuscentrum in Nijkerk. Dat is ook nog eens onterecht gedeclareerd. Dat is de conclusie van de Nederlandse Zorgenautoriteit, NZA, na onderzoek. En volgens de NZA is het bij 17 cliënten van het Jezuscentrum die werden behandeld voor alcoholmisbruik misgegaan. Zo werd er geen verslag gedaan van de behandelingen en de behaalde resultaten. Ook declareerde De Hoop verblijfsdagen, terwijl de cliënten helemaal niet bij het verslavingscentrum waren. De Hoop zou 27.000 euro ten onrechte in rekening hebben gebracht. De voorzitter van de raad van bestuur van het verslavingscentrum laat weten de uitkomsten van het onderzoek serieus te nemen. Hij heeft de verbetertrajecten al versneld in gang gezet. En het teveel gedeclareerde bedrag is inmiddels aan de zorgverzekeraars terugbetaald. De spectaculaire lasershow, het bezoek van de koning en de koningin en de historische optocht. Het zijn maar een paar hoogtepunten van het jubileumjaar van de stad Wageningen. Dit jaar bestaat de stad 750 jaar en dat werd uitgebreid gevierd. En inwoners van Wageningen keken nog één keer terug op dit feestelijke jaar. Met deze lasershow opende Wageningen in januari van dit jaar de festiviteiten rondom het 750-jarige jubileum. Het was het begin van een jaar vol hoogtepunten. Want de stad heeft flink zijn best gedaan om er wat bijzonders van te maken. En dat is gelukt, al dus een trotse burgemeester. Ja, eigenlijk overweldigend. Ik vond het een fantastisch mooi jaar. Het is echt uitgekomen wat we gehoopt hadden. Dat we samen met heel veel inwoners van deze stad er een fantastisch feestjaar van konden maken. Met name in de zomer was er veel te doen rond het jubileum. Een cultureel festival, veel muziek, een historische optocht en als klap op de vuurpijl het bezoek van koning Willem-Alexander. Het was natuurlijk maar een uur, maar het was wel een prachtig moment. Vandaag is de laatste dag waarin het jubileum wordt gevierd. In en rond het stadhuis zijn allerlei optredens van Wageningse groepen en artiesten. Eén van hen is Sophia Dracht, die onlangs de Grote Prijs van Nederland won.
Als kerstverse bekende Wageningse mocht ze zelfs haar handtekening zetten in het Wageningse gedenkboek. Ja, ontzettend bijzonder. Echt een hele eer om daarin te mogen tekenen. Ja. Die eer is voor de meeste Wageningers niet weggelegd. Maar die hebben wel kunnen genieten van alle jubileumactiviteiten dit jaar. Al stak één evenement er met kop en schouders bovenuit. De optocht van de geschiedenis. Met name de historische optocht. Nou, de optocht vond ik heel erg mooi. Speciaal voor deze Wageningers dus nog een klein stukje uit deze historische optocht. En vanavond wordt het jubileumjaar afgesloten met een muziekfestival en een vuurwerkshow. Radio Gelderland telt vandaag af naar het populairste nummer in de top 12-12. De omroep heeft honderden stemmers uitgenodigd om de live-uitzendingen bij te wonen. Een liefdevolle plaat die toch uit volle borst wordt meegezongen. Die van Paul de Leeuw heb je lief op nummer 67 in onze top 12-12. De lijst is samengesteld door duizenden luisteraars van Radio Gelderland. En ze kozen Queen met Bohemian Rhapsody tot het beste nummer. Voor de genodigden was er behalve het samen luisteren naar muziek ook een rondleiding. En er waren prijzen te winnen met muziekspelletjes. Chicago is een Amerikaanse band uit Chicago. Waar of niet waar? Zou het een instinker zijn? Is dit waar of is dit niet waar? We hebben een winnaar. Al na 5 vragen. Het was namelijk waar. Het was geen instinker. Dus deze meneer heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, en heeft u nog niet genoeg van de top 12-12 of wilt u gewoon nog eens kijken naar de lijst van de meest aangevraagde platen? Bij ons op de site vindt u alle informatie. Je kunt hem opeten met kerst, gewoon als huisdier houden, maar je kunt er ook tegenwoordig mee gaan sporten met je konijn. Het zogeheten konijnhoppen. De Happy Hoppers uit Arnhem hebben vandaag een demonstratie gegeven. Dat gebeurde op de Gelderlandse Show van Kleindieren in Wijchen. Het is niet bepaald de standaardvoorstelling op de Gelderlandse Show voor Kleindieren. De Happy Hoppers, onderdeel van dierenopvang Sunflowers in Arnhem, nemen de springen wel uiterst serieus. We hebben deze zomer 72 konijnen bij ons over het hek gegooid. Dus allemaal mensen en kinderen die dus geen zin meer hebben in hun konijn. Dus ze zitten in een hokje en dan gaan ze op vakantie en willen het konijn niet meer. Maar is een konijn een vriendje en je doet daar iets mee, dan doen ze er niet zo makkelijk afstand van. Waarom is het zo leuk? Nou, omdat de konijnen het meestal vrijwillig doen en ze lopen ook eroverheen zonder tuigje kunnen ze het ook. Je kunt ook met een hond gaan springen. Nou, met een konijn is het toch anders dan met een hond. Een hond kan je het sneller leren. Het publiek moet nog even wennen aan de springende konijnen. Mevrouw, ziet u zichzelf al achter zo'n konijn aanrennen? Nee. een beetje opletten hoe of wat en dan ga ik zelf ook proberen. Als die mensen dat leuk vinden, moeten ze dat zeker doen. Wij willen op verantwoorde basis willen wij het hier in Nederland ook introduceren. Dus wij hebben ook die Duitse regels overgenomen, maximaal 45 centimeter hoog. En daarmee hoopt Happy Hoppers het konijnenhoppen uiteindelijk als een diervriendelijke sport in heel Nederland in te voeren. Jump up and get down. De Passion rond kerst en op lokaal niveau. Zometeen vanuit Zutphen. Morgen wordt opnieuw gezocht naar de vermiste Harderwijker Hendrie de Vries. Zijn familie roept op nog een keer de omgeving van Almere uit te kammen. Dat deden ruim 150 mensen afgelopen zondag ook al, toen tevergeefs. Hendrie de Vries verdween op 27 november en hij werd voor het laatst gezien bij een tankstation in Almere. Na de crematie van de Britse veteraan Jack Mansell is een kogel teruggevonden. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Een Duitse sluipschutter schoot het projectiel 69 jaar geleden tijdens de slag om Arnhem in de heup van Mansell. De veteraan dacht jarenlang dat de kogel dwars eromheen was gegaan. Pas in de jaren 80 bleek op een röntgenfoto dat de kogel nog in zijn lichaam zat. Jack Mansell overleed op 90-jarige leeftijd. De 10 plaatsen in Duiven waren kunstenaars vandaag bezig met het maken van ijssculpturen. Ze deden dat ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de gemeente. De beelden zijn ontworpen door leerlingen van verschillende basisscholen. Het IJsbeeldenfestival is de afsluiting van de vieringen rond het 200-jarig bestaan van Duiven.
In de gemeente Aalten hebben vandaag zo'n 1100 huishoudens zonder stroom gezeten. Een groot deel van de klanten had al snel weer elektriciteit, maar ongeveer 20 aansluitingen moesten langer wachten. Netbeheerder Liander heeft aan de Essinkweg een aggregaat geplaatst, zodat ook zij weer stroom hebben. De politie in Warnsveld heeft vanmiddag een grote partij zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Dat gebeurde in een huis aan de Breegraven. Bij de inval werd naast het illegaal vuurwerk ook materiaal gevonden waar vuurwerk mee gemaakt wordt. De omgeving van het huis is uit voorzorg afgezet. De explosieve opruimingsdienst assisteerde bij de opruimingswerkzaamheden. De bewoner van 35 is aangehouden. Alexander Büttner verruilt mogelijk per direct Manchester United voor een club in de Italiaanse Serie A. Zowel Genoa als AS Roma willen de linksback uit Doetinchem graag hebben. Het gaat daarbij om verhuur van de Achterhoeker, van wie het contract nog ruim 3 jaar doorloopt bij de Engelse topclub. Zijn zaakwaarnemer verwacht dit weekend meer duidelijkheid kunnen geven over de bliksemtransfer van Büttner. Een kerstvoorstelling van het evangelie. Dat is op zich niet nieuw, zeker niet in deze tijd. Maar in Zutphen pakken ze het groots aan. 6 protestantse kerken, lokale orkesten en verenigingen zorgen samen voor de uitvoering. Het is zeg maar een lokale variant van The Passion, die tijdens Pasen live op tv wordt uitgezonden. De primeur in Nederland, gisteravond in Zutphen. Spreken. Applaus! De kerstpassie begint bijna net zo spectaculair als de paasvariant. Met veel toeters en bellen. En er zijn meer overeenkomsten. Zo is er niet alleen toneel, maar ook muziek. Ja, het is echt schitterend. Ik vind het echt schitterend. Het geeft toch wel een beetje een diepgang. Je kunt wel als zangeres alleen daar staan, maar als het koor jou ondersteunt, ik weet niet, het maakt het liedje net iets bijzonder, vind ik altijd. Het is geweldig dat uit de regio alle soorten mensen graag mee willen doen in dit stuk. Ik ben heel trots, heel trots. Er zijn in totaal 6 uitvoeringen van het passieproject, waarvan 3 in Gelderland. Na Zutphen worden Apeldoorn en Doetinchem aangedaan. Het publiek vindt het allemaal prachtig. We komen helemaal uit Zeist, Utrecht. Speciaal om dit te zien. Ja. En genieten? Ja, het is mooi. Het lijkt een beetje op het EO-programma natuurlijk, dat we met Pasen zien. Dat hadden we gelezen. Dus we vonden het de moeite waard om hierheen te komen. Absoluut. Voor mij is het een kerstgevoel. Ja. Gaan we nog naar het weer. U krijgt het vandaag van Dennis Wild. Ja, de kerstvakantie is vandaag een beetje somber begonnen en het regent ook nog eens af en toe. Maar prima weer om dan binnen te zitten, gezellig, met al die kerstverlichting. Nou, vandaag ook de officiële start van de winter, maar het lijkt eerder herfst. Met die stevige wind daarbij en natuurlijk ook die vele wolken van vandaag. Nou, nog steeds hangen die boven ons. De meeste regen die viel vandaag in het noordwesten van het land. Maar ook in Gelderland bleef het niet droog en vanavond de komende nacht valt er nog wat bij. De temperaturen blijven onder die wolkendeken toch nog vrij hoog. Vannacht waarde rond een graad of 6 en nog steeds een stevige wind daarbij. Uit het zuidwesten zelfs af en toe vrij krachtig, een windkracht 5. En aan de morgen dan blijven die wolken zo'n beetje hangen. Er valt af en toe wat licht gespetter uit. In de loop van de dag wordt dat wat heviger. Een paar buien trekken over. Ja, tussen die wolken door is er niet of nauwelijks ruimte voor de zon morgen. Ja, daardoor blijft het ook morgen een vrij sombere dag, die af en toe ook nat verloopt met temperaturen die ondanks dat alles toch nog steeds erg hoog zijn voor de tijd van het jaar. Zelfs dubbele cijfers morgen op de thermometer, op heel veel plaatsen rond de 10 graden. En nog steeds die stevige wind, een matig tot vrij krachtige wind uit het zuid tot zuidwesten. Nou, zolang die wind in die hoek zit, blijft het zacht voor de tijd van het jaar en dat zien we ook aan de temperatuur. In de meerdaagse. Af en toe een paar mooie dagen, zoals maandag. Flink wat ruimte voor de zon. Dinsdag is het weer kletsnat. Ook op de eerste kerstdag valt er regen. Maar de tweede is het nagenoeg droog. Ja, na een nacht met flinke opklaringen, een graad of 3. Overdag nog 6 graden. Maar het zonnetje maakt al een hele hoop goed. En dan nog korte hoofdpunten van deze uitzending. Het zal wel meevallen hoeveel onverzekerde Roemenen en Bulgaren hier in ziekenhuizen behandeld moeten worden als ze vanaf 1 januari in Nederland mogen werken. Dat zegt een belangenvereniging.
En bijna een jaar lang feest in Wageningen. De stad bestaat 750 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Dat was het. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.